Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat vrouwelijke leiders meer leiderschap laten zien. Dit leidt tot het beter fungeren van organisaties of bedrijven waar vrouwen leiding aan geven. Zo stelde de keynote speaker Jennifer Geerling-Simons vrijdag tijdens het Women Empowerment Seminar. Geerling-Simons stelde dat het vormen van sterke vrouwen reeds bij de opvoeding begint. Het is daarom aan opvoeders gelegen om voor meisjes een goed fundament te leggen aan zelfverzekerdheid. Mannen hebben op de maatschappelijke ladder al vaker een voorsprong, maar de vrouw hoeft daarin niet achter te blijven met de nodige begeleiding. Hebben vrouwen van kind af, want de generatie vrouwen, zelfs de jonge vrouwen van nu, hebben vaak van kind af eigenlijk al meegekregen van die maatschappij de twijfel aan zichzelf. Twijfel of je dit of dat wel zou kunnen, of je dat wel zou kunnen doen, of je dat wel zou mogen doen. We zien dat jongens vaak worden opgevoed om assertief te zijn en zeker van zichzelf en overtuigd van dat ze iets kunnen. Dat is in de opvoeding. Soms kunnen ze dat ding helemaal niet, maar toch denken ze dat ze het kunnen. Maar daarmee doen ze de stap vooruit. En als er ook daar een paar mannen zitten die moeten kiezen en die dame, die denkt nog na van, nou, zal ik dit kunnen, heb ik dit geleerd? En ze beoordeelt zichzelf, ze zit zichzelf te bekijken van of zij dat wel zal kunnen doen. Daar jonge man knap verzichtbaar, Akisaban. Om richting gendergelijkheid te gaan op vooral de maatschappelijke ladder, zal dus gewerkt moeten worden aan het verbeteren van de persoonlijke inzichten van en bij de vrouw. Geerling-Simons staaft dit met maatschappelijke voorbeelden die uitwijzen dat vrouwen geboren leiders zijn. Het is dus zaak om reeds nu te beginnen met het vormen van een sterke generatie van toekomstige vrouwen. En nu zeg ik dat die laatste horde die we moeten nemen om een maatschappij te worden waarin mannen en vrouwen gezamenlijk met elkaar, ik ga niet zeggen 50-50, het hoeft niet altijd 50-50 te zijn, maar met voldoende van elk van beide geslachten werken in het bestuurlijke, in de volksvertegenwoordiging, in bedrijven, overal waar we dingen moeten doen. Wat ons tegenhoudt zijn onze inzichten. En de mens wordt het meest beperkt door zijn eigen inzichten. En dat betekent dat hoewel we vrouwen niet meer hoeven te trainen om dingen te leren, ze kunnen genoeg, dat we met elkaar moeten beginnen, de kleine meisjes, de jonge meisjes en de vrouwen die al dingen hebben geleerd, om ze anders naar zichzelf te laten kijken. Om meer zelfbewust te zijn, om te begrijpen dat ze het even goed kunnen en soms beter. Ja, en dus dat ze de stap vooruit moeten maken. De avond werd afgesloten met een netwerksessie.